Hi iedereen, leuk dat jullie kijken naar mijn tweede Q&A die ik ga opnemen. Ik ga het allemaal kort doen. Ik wil niet te lang praten, want daar hou ik niet van. Als ik naar mensen kijk die te lang praten, dan klik ik eigenlijk al gelijk de video weg. Oh, mijn hond valt bijna van de bank. Ik vind het heel erg leuk dat jullie heel veel vragen hebben bedacht. Ik denk dat het ook best wel handig is om wat meer over mij te weten te komen. Ik wens jullie veel kijkplezier. Doe alvast een duimpje omhoog. En let's go! De eerste vraag is, wat wil je heel graag nog bereiken met YouTube? Weet je, het maakt me echt niet uit. Ik wil gewoon doen wat ik leuk vind. En dat is wat ik nu gewoon aan doe met vloggen. En wat eruit komt, ja, dat komt eruit. Ik zie het wel. Ik heb ook niet een doel in mijn hoofd of zo dat ik een grote YouTuber wil worden. Echt, nee. Ik vind het gewoon leuk om te doen. En ik ben nu gewoon lekker bezig. En ik zie al waar het schip schrandt. De tweede vraag is ook van Ilse. Ga je nog meer prankvideo's maken? Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat er sowieso nog prankvideo's aan gaan komen. Maar wanneer, dat kan ik niet beloven. Want weet je, soms komt er gewoon spontaan iets in mijn hoofd op. En dan denk ik van ja, dit ga ik doen. En dan komt het. Maar wanneer dat is, dat kan ik niet zeggen. Sorry. De derde vraag van Ilse is, wat wil je nog gaan doen om je kanaal nog groter te maken? Bijvoorbeeld met series, samenwerking met andere YouTubers. Ik heb er op dit moment geen behoefte aan om met andere YouTubers echt samen te gaan werken. Ik wil mijn tijd besteden in hoe het nu gaat. En het gaat goed, dus kijk, als ik zelf een vlog ga maken, als ik mijn dag start, dan de enige met wie ik rekening hoef te houden is met mezelf. En ik maak mijn video's gewoon zo leuk mogelijk voor jullie. Ja, ik heb gewoon het idee dat jullie het ook heel erg leuk vinden. Dus ja, om samenwerken met andere YouTubers aan te gaan, op dit moment heb ik daar niet de behoefte aan. Ik doe gewoon mijn eigen ding. En ik heb echt geen abonnees nodig van andere mensen. Nee, ik doe het gewoon lekker op mijn eigen manier en ik zie wel waar het loopt. En dan zegt Ilse er nog bij dat ze me nog veel meer abonnees gunt. Vind ik heel lief van je, Ilse. Bedankt voor je vragen. Gaan we naar de volgende. Ik weet de naam niet van jou. To Challenge Camping Girls vraagt wat mijn favoriete kledingwinkel is. Nou, daar heb ik heel kort antwoord op. Dat is de Zara. Shania Prinsesje Queen vraagt een jaar zonder telefoon of een jaar zonder snacks. Nou, daar is een heel makkelijk antwoord op. Dan doe ik gewoon een jaar zonder snacks. Want ja, mijn telefoon daar kan ik echt niet zonder. En een jaar zonder snacks is natuurlijk hartstikke goed. Want dan val ik alleen maar af waarschijnlijk. Dus graag, kon het maar. De volgende vraag is van Nienke. Heb je een vriendje? Nee, ik heb geen vriendje. Het is niet dat ik het uitsluit. Dat ik geen relatie wil aangaan ofzo. Maar ik ben op dit moment nog gewoon niet de juiste jongen tegengekomen waarmee ik een relatie zou willen. En ik ben zelf heel erg moeilijk. En kijk, ik kom vaak genoeg jongens tegen. En ja, dan heb ik misschien het leuk met ze gehad of wat dan ook. Maar niet het, ik ben heel erg moeilijk met relaties. Ik ga niet snel een relatie met iemand aan. Of ik moet diegene echt heel erg leuk vinden. Ik moet echt heel veel kriebels in mijn buik hebben dat ik echt verliefd ben. Pas dan, en diegene is dat dan ook, pas dan zou ik met diegene een relatie willen. Maar ja, ik ben veel te kritisch. Dat is, ja, dat is best wel balen af en toe. De volgende vraag is van Imme Smans. Hoe oud was je toen je voor het eerst verkering had? Of heb je nog nooit verkering gehad? Ik heb wel een aantal relaties gehad. Denk in totaal heb ik 3 echte relaties gehad. En hoe oud ik toen voor het eerst was, dat was, toen was ik 17. Toen had ik mijn eerste relatie. En ja, diegene met wie ik toen de eerste relatie had, dat is nu mijn beste vriend geworden. Ja, het klikt gewoon heel goed en we vertellen alles tegen elkaar. Ja, tuurlijk, je blijft altijd een soort van gevoel voor elkaar houden. Omdat je was elkaars eerste vriendje en vriendinnetje. Maar ja, echt verliefd zijn, dat is gewoon weg. Dat zit er gewoon niet meer in. Maar ja, je geeft nog steeds heel veel om diegene. Het is echt, nu is het echt mijn allerbeste vriend. En we denken er nog vaak aan terug, maar het was echt een hele leuke tijd. Dus ja, mijn eerste vriendje, dat was mijn eerste vriendje, ja. De volgende vraag is van Najibski. Waar kan je je kapot aan ergeren bij anderen?
Dat is een hele goede vraag van jou. Dat wil ik ook, heb ik al best wel vaak in mijn video's willen vertellen. Maar waar ik me echt kapot aan kan ergeren bij anderen. Dat als het zeg maar goed met je gaat. Je doet het goed en je hebt gewoon, het gaat gewoon goed. Ja, dat ze het je gewoon zeg maar misgunnen. Gewoon keihard misgunnen. En weet je, en dan zijn diegenen die doen altijd aardig in je gezicht. En dan plots ineens, ja, gunnen ze je het gewoon niet. Ze gunnen het je het licht in je ogen niet. En jaloerse mensen heb ik echt een vreselijke hekel aan. Ik heb zo vaak al meegemaakt dat ik gewoon oude vriendinnen die gewoon ziekelijk jaloers waren. Mensen die niet eens vriendinnen van mij waren, heb ik ook vaak genoeg dat ze jaloers waren. En weet je, ik weet echt mijn god niet waarom ze jaloers op mij zijn. Ik heb er gewoon geen woorden voor en ik wil deze hoofdstuk ook snel afsluiten. Maar dat is gewoon waar ik me echt heel erg aan kan ergeren. Aan jaloerse mensen. Dat is gewoon iets waar ik heel erg hekel aan heb. En de volgende vraag van Najibski is, wat vind je het mooiste en het lelijkste aan jezelf? Pff, dat is echt een moeilijke vraag. Wat moet ik nou het mooiste over mezelf gaan noemen? Het mooiste wat ik dan aan mezelf vind. Nou ja, wat anderen altijd zeggen is dat ik mooie wimpers heb. En mooie ogen, dus laat ik het daar maar op houden. Ik hou er niet van om dat over mezelf te zeggen hoor. Dus ik zeg gewoon wat andere mensen van me vinden. En wat ik het lelijkste aan mezelf vind, is dat ik altijd als ik mijn video's terugkijk, zie ik van die streep hier in mijn nek. Maar waarschijnlijk komt dat gewoon omdat ik veel eet of zo. Of, ik weet niet. Maar ze zitten er gewoon. Dat vind ik gewoon heel lelijk. En ja, ik krijg dat ook niet weg. Misschien moet ik afvallen of zo. De volgende vraag van Najibski is, wat vind je de stomste YouTuber? Ik weet het echt niet wie ik de stomste YouTuber vind. Er was ooit zo'n treitervlogger, ik weet niet meer hoe die heette. Zo'n hoedvlogger of zo. Ja, ik heb daar helemaal niks mee. Kijk, het is allemaal leuk en aardig dat je zulke soort video's maakt. Maar ik vind je als persoon gewoon zielig. Want vaak hebben diegenen niks anders dan hun YouTube-kanaal. Ze werken niet. Ze doen helemaal geen flikker. Doordat ze gewoon echt de gekste filmpjes maken, worden ze nog bekend ook. Terwijl het gewoon zwaar en zwaar asociaal is wat ze dus allemaal doen. Polities pesten. Polities uitmaken voor van alles en nog wat. Ismael Ilgun of zo, zoiets. Ja, nou ja, laat ik het daar maar op houden dat ze de stomste YouTuber vindt. Als je polities belachelijk gaat maken, mensen die gewoon in functie zijn, mensen die er staan voor jouw veiligheid. En zo, als je dan daar onbekend wil worden, vind ik je gewoon triest. Dus Ismael Ilgun, de stomste YouTuber. Jason Bennett vraagt, wat is je allergrootste blunder? Poeh, ik heb volgens mij heel veel blunders, maar ik heb eventjes nagedacht. En ik heb laatst echt een hele grote blunder meegemaakt. Ik had heel erg last van mijn buik aan de bovenkant. Maar echt al een jaar of zo. En ik ging er nooit voor naar de dokter, want daar had ik gewoon geen zin in. En op een gegeven moment, ja, ook als ik wakker word, had ik gewoon een enorme pijn. Dus ik dacht, ik ga een keer naar de dokter. En die dokter, die verwees me dus door naar de fysiotherapeut. Dus ik kwam aan bij die fysiotherapeut en ik zat daar. Dus de jongen zei, ik weet wat het is en ik kan het in 2 behandelingen kan ik het van je wegnemen, de pijn. Dus ik dacht, nou top. Hij zegt, alleen dan moet je wel naar mijn andere praktijk komen. Want hij was ook nog eens, je hebt fysiotherapeut en je hebt nog iets ofzo. Dus hij was nog iets, ik weet niet meer hoe dat heet. En dat kon hij kon het dus in zijn andere praktijk kon niet oplossen. Dus op een gegeven moment, ik ben naar hem een afspraak gemaakt om dus naar zijn andere praktijk te gaan. En die afspraak was om 8:00 's ochtends. Dus nou ja, 2 weken later of zo had ik die afspraak dus daar. En ik kwam uit mijn bed en het was volgens mij echt 7:30 of zo. En ik kon maar niet uit mijn bed komen. Dus ik heel snel douchen en alles doen. Ik even snel wat aangetrokken. En ik dacht bij mezelf van, als ik daar kom, dan moet ik maar waarschijnlijk mijn truitje uitdoen omdat het bij mijn buik wil voelen. Dus ik had zo'n soort van sport-BH aangetrokken, wat alles een beetje bedekt. Maar wel wat zeg maar tot hier is, dus dat mijn buik wel open was. En ja, ik gewoon even snel wat aangetrokken. En op een gegeven moment kwam ik daar. Ik daar zit op die stoel, zegt hij tegen me, hi Schel, nou trek alles maar uit, behalve je ondergoed. Dus echt op dat moment ging er van alles door me heen. Ik dacht echt, nee, dit meen je niet. Jongens, ik had een string aan van de Primark. Ik denk dat die 50 cent was. Dat was een heel dun linnen stringetje. Ja, om het maar even zo te zeggen. Ik trok gewoon even snel wat aan. Het was heel erg vroeg en ik kon niks vinden. En ik kwam tijd tekort. Dus ik moest even snel wat aantrekken. Nee, oh, en ik schaamde me zo dood. En ik kon moeilijk zeggen van, nee, ja, ik ga mijn broek niet uittrekken. Dat is toch ook heel raar als je dat niet doet. Dus
Nou, toen stond ik daar in mijn string die heel dun was. Zegt hij tegen me, ja, ga maar staan en buk maar naar voren. Nee, moest ik ook nog eens zo staan. Dus zo moest ik gaan staan, zo. Ging hij achter me staan. Ja, ging hij aan mijn buik voelen en aan mijn spieren. En nou, ik weet niet daar, maar ik werd gewoon niet goed van binnen. Op een gegeven moment ging ik op dat bedje liggen. Zegt hij, zo, je bent wel bruin zeg. Ga je naar de zonnebank? Ik dacht, ben je me nou ook nog eens even helemaal aan het bekijken dan? Op een gegeven moment zegt hij, nou, normaal had je 2 behandelingen nodig. Maar ik denk dat ik het toch in 3 behandelingen moet gaan doen, zie ik nu. Ik dacht bij mezelf van, nee, meen je dit nou? Eerst 2 behandelingen en nu 3. Nou, jongens, ik ben nooit meer geweest. Ik heb die man een mailtje gestuurd. Ik zei, sorry, maar ik kan niet. Ik heb geen tijd. Ja, ik durfde echt niet meer terug te komen. Ik schaamde me zo erg. En waarschijnlijk maakt die man dat elke dag mee. Maar ja, gelukkig, moet ik wel eerlijk zeggen, scheer ik mijn eigen echt elke dag. Dus daar was ik niet bang voor of zo. Dat het nog erger geweest als ook nog eens alles vierkant eruit kwam. Ja, YouTube-fan XX vraagt, wie wil je nog graag ontmoeten? Ik wil nog heel graag ontmoeten, super gaande. Ik heb ze al best wel vaak gezien in de stad en zo, een praatje met ze gemaakt. Alleen ik zou best wel graag een keer gewoon een video met hun op willen nemen. En ik hoop dat dat in de toekomst, dat het ook zal gebeuren. Ik haal altijd best wel veel inspiratie uit hun video's. Ik vind hun echt top en ze zijn ook heel erg aardig. Ze reageren altijd als ik iets aan ze vraag. En ze zijn gewoon hele toffe gasten. YOLO Waterpolo vraagt, waar wil je nog graag heen als je een gratis reis mag doen? Als ik een gratis reis zou mogen doen, dan zou ik natuurlijk wel gelijk kiezen voor het duurste land. Ik zou heel graag naar Amerika toe willen dan. En Miami of zo. Dat zou ik wel echt een heel vet land vinden om met een vriendin naartoe te gaan of zo. Carmen Lukkers vraagt, als je zou moeten kiezen tussen je haar of make-up. Nee, dan kies ik sowieso voor mijn haar, 100%. Kijk, make-up, ik draag bijna geen make-up meer. Ik heb nu alleen een heel klein beetje lipgloss op en mijn wenkbrauwen ingekleurd. Heel licht, maar nee, ik wil gewoon geen make-up meer dragen. Het is slecht voor je huid en ik vind het er bij mij ook gewoon eerlijk gezegd niet uitzien. Sommige mensen worden mooier van make-up en sommige mensen worden lelijker van make-up. En ik word er gewoon echt lelijker van. Laat eens. X vraagt, met wat kan je echt niet zonder? Als er één ding is waar ik echt niet zonder kan, dat is mijn vlogcamera, denk ik. Ik heb heel vaak dat als ik ga vloggen, dat ik mijn telefoon gewoon vergeet. Dus dat betekent dat mijn vlogcamera op nummer 1 staat. Dus dan kan ik echt niet zonder mijn vlogcamera. De volgende vraag is van Nice Memes. Als je nog maar 1 keer op vakantie zou kunnen gaan, waar zou je dan naartoe willen? Als ik echt nog maar 1 keer op vakantie zou gaan, dan zou ik gewoon voor een hele rustgevende vakantie gaan. Zoals Bali of zo. Daar zou ik gewoon echt nog voor de laatste keer naartoe willen gaan. Ja. Delani vraagt, wat is je favoriete make-up soort? Mijn favoriete make-up soort is highlighter. 100% highlighter, ja. Dat is wat je hier dus op doet, een beetje glimmend. XDaisy _ vraagt, wie zou je voor 1 dag willen zijn en waarom? Ik denk dat ik voor 1 dag wel zou willen zijn Lil Kleine of zo. Omdat hij krijgt altijd zoveel kritiek over zich heen. Maar die jongen die werkt volgens mij ook echt keihard. En hij maakt het gewoon echt. Ik zou hem best wel voor 1 dag willen zijn. Gewoon een dag in zijn leven. Gewoon alleen maar naar shows gaan optreden. Het geeft je denk ik echt wel een kick als je zoveel kritiek over je heen krijgt. Maar je maakt het gewoon echt. En dan lach je gewoon iedereen uit, denk ik. En ik zou hem wel voor 1 dag willen zijn. Ik ben geen fan van hem of zo. Maar ik vind wel dat hij het echt voor elkaar heeft. En ik vind dat hij het gewoon heel goed heeft gedaan. Ondanks iedereen hem zo erg haat. J.Udit_S op Instagram vraagt, wat is je grootste droom om ooit nog eens te doen? Mijn grootste droom om ooit nog eens te doen, dat is denk ik gewoon op een eiland leven of zo. Kijk, ik zie heel vaak op Instagram, zie ik van die modellen. Of ik weet tenminste niet of het modellen zijn, maar het zijn wel altijd hele mooie meisjes. Die zie ik dan van met die gave foto's.
op een eiland. Dan zie je ze met heel veel fruit en dan zie je ze echt het beste leven leiden die er maar bestaat. Ik zou ook wel gewoon zo'n relaxed leven willen leiden op een eiland. Zonder dat je met iemand rekening hoeft te houden of wat dan ook. Maar ik zou het zelf nooit doen, omdat ik gewoon heel erg ambitieus ben en heel veel dingen wil ondernemen en gewoon wil werken. Ik ben gewoon echt een beetje verslaafd af en toe aan werken. Dus ik zou nooit de stap zetten om naar een onbewoond eiland te gaan verhuizen en daar gewoon lekker een relaxed leven te leiden. Ik zou het wel willen, dus dat is wel een droom. Maar ik denk dat ik die droom maar 2 weken zou willen. Jolina vraagt, liever met make-up of zonder make-up? Sowieso zonder, dat heb ik al uitgelegd. Ik hoop dat jullie dit een leuke Q&A vonden en ik hoop dat jullie er wat aan gehad hebben. Ik wil jullie in ieder geval hartstikke bedanken voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer bij de volgende vlog. Doeg!